breathe in, I breathe out, I call your name, Yala. Without a doubt, you are my rock. Without you, I'm dust. So profound, I breathe in, I breathe out. Sorry jongens. Ik denk, ik zet even een lekker wierookje op. Dat is één grote rookbende geworden. Ik hoop niet dat mijn rookalarm afgaat. Je moet jezelf wel denken, wat is dit voor een gekkigheid? Wat is dit voor een rare video? Deze video gaat niet over werk. Dit is alleen maar voor de fans, voor degene die je omgeeft. Zoals jullie al, veel van jullie weten, ik heb vorige week een video geplaatst en daar heb ik laten weten dus dat ik heel erg ziek ben geweest. Ik heb lymfeklierkanker gehad. Het was een hele zware periode voor mij. Ik ben onder behandeling geweest. Ik moet je echt zeggen, ik zag er niet uit. Ik was kaal. Als je mij had gezien, had je me niet herkend. Maar gelukkig, alhamdulillah, ik ben er helemaal overheen gekomen. Ik voel me sterk, ik voel me gezond. Alleen, het is nog spannend, want ik heb over 2 weken heb ik een scan. En deze scan moet laten weten of laten zien of ik echt helemaal vrij ben. Dus dat is echt een hele spannende tijd voor mij. Alleen, ik blijf positief en het gaat goed komen. Ik voel me sterk. En voor deze video is ook voor de mensen, voor de supporters, voor de fans die mij echt heel erg hebben gesteund. Echt onwijs bedankt voor de lieve berichten, voor de toffe mails. Het was echt goed om dat allemaal te lezen. En echt excuses dat ik kan niet iedereen beantwoorden, want het zijn gewoon echt te veel mails. En het was, wat ik zei, ook een hele zware tijd. Ik heb tussendoor wel geprobeerd gewoon door te werken tussen de behandelingen om niet te veel aan de ziekte te denken, maar ook gewoon geprobeerd om een beetje fit te blijven, want ik was echt heel erg fit. Ik ben heel fit in deze behandeling gegaan. Ik zeg het goed? In elk geval, je begrijpt wat ik bedoel. Ik ben fit erin gegaan, alleen het was echt heel erg zwaar. Dus jongens, echt onwijs bedankt. En mijn gedachten gaan naar al die mensen die ook ziek zijn. Of ze nou kanker hebben of andere aandoening of ziek. Echt waar, voor de mensen die ziek zijn. Ik denk aan jullie. En jongens, mocht jij iemand in je buurt hebben of je familie of iemand die ziek is, steun hem. Want geloof me, familie is heel erg belangrijk. Vrienden zijn ook heel erg belangrijk. Voor degene die dus ziek zijn of iemand die iemand kent die ziek is, steun hem. Want dat helpt heel erg. In elk geval voor nu echt onwijs bedankt. Ik ga gewoon lekker verder hier met mijn lekker heerlijke thee en zelfgemaakte koekjes. En blijf gezond. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye! I am your friend, your sister, your brother. Let's be together, no father, no mother. I am your niece, your cousin, your nephew. Let's be together, no father, no mother. But we got a love.